het water halen, twee emmertjes pompen, de meisjes op de klampen, de jongens op de houten been. Hij gaat door mijn voetgaatje in. Ras, 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 rijdt de koning door de plas van je oor. Rijdt de koning door de poort van je in. Erk, erk, rijdt de koning door de poort van je in. 1, 2, 3. Niels is ondertussen ook hier. Noah slaapt al even, dus dat is het. 10 uur, iets na 10. De handjes zijn bij Niels. Hè? Ja, flink, hè? Flinke handjes. Oké, Niels is net weg. Celine en Nick zijn onderweg naar huis. Dus ik ga ook zo naar huis vertrekken als die terug thuis zijn. Mijn haar zit onder mijn trui. En dan ga ik slapen, maar ik ga morgen nog verder vloggen. Dus slaap wel iedereen en ik zie jullie morgen. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag donderdag, denk ik. Ja, donderdag. En ik ga vertrekken, want ik ga ontbijten samen met Celine, Sarah en Louisa. We gaan ontbijten bij Kaffies in... waar ligt dat? Heusden Zolder, denk ik dat dat is. Of Heusden of Zolder. Een van de twee. Ik ga mijn laptop meenemen voor als we naar kantoor gaan. En dan ga ik nu Celine ophalen. En dan let's go. We zijn nu op Sarah en Louisa aan het wachten, maar we hebben al een tijdje. Sarah en Louisa zijn er. Hi girls. En onze ontbijt is er. Yummy. Looking good, hè? Een paar dingen aangekregen, onder andere een hoesje van Ideal of Sweden. Met, ja, het is groen, maar je ziet het niet zo heel goed in dit licht, denk ik. Dan nog een magnetische ring. Ook hetzelfde hoesje met zo'n krokodillenprint, precies in het zwart. Dat heb ik er trouwens op. Dat ziet er zo uit. Ja, Milky. En dan ook zo'n pouch met krokodillenleren. Is ook wel super cute voor als clutch te gebruiken. Dan een ontharingssysteem heb ik besteld. Ik heb mij laten laseren. Maar dat moet wel zo om de zoveel tijd eens opnieuw gedaan worden. En ik dacht, als ik dat nu zelf doe, zou ook wel handig zijn. Dus die ziet er zo uit. Maar ik ga die testen en dan laat ik jullie meer weten binnenkort. En dan van Gisou heb ik de Gisou Heat Me, Treat Me, Complete Me. De zo, wat is dat? Heat Protecting Spray. En de Gisou Hair Oil. Die had ik altijd. Maar die is wel een tijdje op. Die ziet er zo uit. Die is echt zo goed. Echt waar. En dan heb ik ook nog het parfum voor in de haren. Dat zal ik ook eens laten zien. Dit is het haarparfum. Dat heb ik al gebruikt daarnet. En het ruikt echt super lekker ten eerste. Het is ook heel cute. Echt super schattig flesje. Heel mooi. Het ruikt heel goed en er zit honing in. Wat
voor kapotte haarpunten en zo zorgt. Oké, nu ben ik keihard aan het zweten. Ik heb warm, waar is Muffin? Muffin, kom. Ik ga de... Ja, liefje. Ik ga de katjes een bakje eten geven. Ja, schattie toch. Maar we zijn het met jou. Want ik ga naar Niels, kom. Ik ga bij Niels slapen, dus dan zijn ze deze nacht alleen. Maar ik ben morgen vroeg wel weer terug natuurlijk. En anders zijn ze s'nachts ook alleen, hè, want ik lig in bed. Dus ja, baby's, kom maar. Zijn lekker aan het eten. Nu kan mami gaan. Dag baby's. Love you. Morgen. Ik ben nog altijd bij Niels. As you can see. En ik weet niet waarom ik dat stemmetje deed. Maar oké. Okay. Ik ga ontbijten. Ik heb havermout met peanut butter, kaneel en blauwe besjes en een groene thee. En terwijl ga ik 30ers kijken. Oh, ik ga mijn laptop moeten insteken. Oké, ik ga even een kleine workout doen. Ik wou eigenlijk naar de fitness gaan. Maar ik ga even stilzetten. Als ik nu nog naar de fitness ga en ik moet deze vlog nog editen, want deze komt straks online. En ik wil nog eten maken voor deze middag. En ik moet me nog douchen, want ik ga deze avond een trouwfeest met Niels. Dus... En ik moet nog naar de homeopaat, ook nog vandaag. En nog naar kantoor, even om iets te gaan halen. Dus ik dacht, ik ga hier even een workout doen. Ik heb mijn workout outfit wel even aangedaan, omdat anders dan stinken mijn kleren ofzo. En Niels heeft toch een fiets en een matje. Dus dan kan ik wel wat oefeningen doen voor de poep en wat cardio doen. Dus ik ga dat even hier doen, een half uurtje. Ik ben klaar, ik weet niet als je het ziet. De sweat is real, hè. Ik heb een half uur gefietst. En nu ga ik wel nog even wat abs oefeningen doen, denk ik. En dan ben ik klaar. Of poep oefeningen. Ja, liever dan abs, denk ik. Ik heb nog een paar oefeningen gedaan. Ik heb ze niet allemaal gefilmd. En nu denk ik dat ik me snel ga douchen. Deze vlog ga monteren. En dan richting mijn appartement ga eten gaan maken. En verder met de dag. Ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En ik zie jullie in de volgende vlog.